Goeiedag beste kijkers, hier ben ik weer met een nieuw weerbericht. Het is al eventjes geleden, maar dat komt omdat ik jammer genoeg examens heb en dan heb ik toch wel iets minder tijd om de weerkaart in het oog te houden. Maar vandaag zullen we eens kijken wat de vorstperiode die we momenteel beleven ons nog te bieden heeft en hoe lang die nog zou kunnen aanhouden. Zo, we zien hier de actuele situatie. We zien dat er eigenlijk een langwerpig euro hoog boven ons hoofd ligt momenteel. Het is moeilijk voor GFS om te bepalen waar juist die kern van hoogdrukgebied ligt, want dat maakt toch wel vrij veel uit. Want we weten nog dat in een hoogdrukgebied de lucht steeds met de klok meedraait. We zien dus dat aan het zuidelijke deel van het hoogdrukgebied er een oostelijke luchtstroming is. Deze lucht is zeer koud, terwijl aan het noordelijke deel van dit hoogdrukgebied er een zachte westelijke luchtstroming is. Het is dus zeer moeilijk om te bepalen waar juist die kern ligt, maar we kunnen daarvoor eigenlijk beter gaan kijken naar een ander kaartje. Deze kaartjes kan je terugvinden op onze site. We zien hier de actuele luchtstroming of de voorspelde luchtstroming. En we zien dan dat de Waddeneilanden toch al wel te maken hebben met een zachtere westelijke aanvoer van lucht. Terwijl hier het zuiden van de Benelux nog duidelijk een oostelijke tot zelfs noordoostelijke luchtstroming heeft die toch wel zeer koud is. We zien eigenlijk hier ongeveer mooi de kern liggen, hier is het bijna windstil. Dus laten we hopen voor Nederland en vooral voor de mensen in Noord-Nederland dat die westelijke wind toch maar ten noorden blijft en dat ze nog even kunnen genieten van het koude weer om te gaan schaatsen. Dat doen ze nu trouwens al. Ik heb al veel foto's gezien en het ziet er zeer, zeer goed uit daar. Maar het is dus zeer fragiel hoe het de komende dagen zal zijn qua weer daar. Het komt echt aan op enkele kilometers. Als we eens gaan verder kijken, dan zien we dat het hoge drukgebied eigenlijk vrij standvastig blijft liggen. Maar we zien hier nu over de oceaan al een nieuwe poging ontstaan naar nog meer winterweer, maar die lijkt te gaan mislukken. Enerzijds door dit lage drukgebied hier, er is hier namelijk een rug, een uitloper van het hoge drukgebied van de Azoren, die wel eens contact zou willen gaan maken met het hoge drukgebied boven Groenland, om dan zo opnieuw een blokkade te kunnen oprichten, waardoor er bij ons terug een zeer koude lucht kan komen vanuit het noordoosten. Maar dit lage drukgebiedje drukt deze rug eigenlijk te veel naar het westen al. En dit lage drukgebied hier in het zuiden van Groenland ligt natuurlijk ook in de weg. Als we eens gaan kijken hoe GFS dit juist ziet, dan zien we dat die rug inderdaad veel te snel naar het westen gedrukt wordt. Maar we zien hier nu nog momenteel, we zitten nu al op 23 januari en we zien dat we eigenlijk nog steeds een vrij oostelijke luchtstroming hebben, zeker het zuidelijke deel van de Benelux. Als we dan nog verder gaan kijken, dan zien we dat er eigenlijk een zeer grote depressie boven de Atlantische Oceaan ervoor zorgt dat het hoge drukgebied, het eurohoog, verder opschuift richting het oosten, waardoor wij later vanaf volgende week eigenlijk terug in zachtere lucht zullen terechtkomen. We hebben hier dan terug te maken met een zuidwestelijke luchtstroming, veel zachtere lucht, waardoor er dus wel een einde aan deze vorstperiode zal komen. Zo, dat was het voor vandaag. Hopelijk hebben jullie iets bijgeleerd. En we kunnen dus toch nog wel zeker eventjes genieten van deze vorstperiode. Enkel het noorden van Nederland, daar wordt het een beetje kantje boordje. Maar gelukkig blijven de dauwpunten in het grootste deel van de Benelux nog negatief, waardoor ook overdag, als het kwik iets boven nul komt, het ijs zeker niet hard of zelfs bijna niet zal smelten. Ik wens alle studenten trouwens ook nog zeer veel sterkte tijdens de examens. Ik zie jullie graag volgende keer terug. Dag.